luxe geleide kant geworden. Van veel huizen bekeken. Een half uurtje, het zijn we. En een zwembad. Je zwempak meegenomen. Hij is nog hey, omhoog. Dubbel prijs. Zo. Nou, we gaan even tekenen. Maar is verstopt. Heb je daar gevonden? Dan ga mee. Zwembad! Wat is een grote zwembad? Oh, moet je kijken. Een soort van compromis. Maar in ons voortuin. Wat we ze hebben gevonden. Zo! Je hebt hier een disco. Dat is iets voor jou, Sil. Ja. Nou, op naar de kassa. Hoi, hang die maar weer terug. Alsjeblieft. Je hebt, Dit nog een Luan. Hallo, een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Hoi. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En het is vandaag... Het is vandaag woensdagochtend. Luxie die is al helemaal lekker aangekleed en wel. En Lucilla die zit alweer lekker aan de tafel. Heeft zichzelf ook goed aangekleed. Hartstikke goed. Volgens mij ben jij de eerste voor het ontbijt vandaag. Kijk, er komt de tweede aan. Ik ben nog niet. Oh, Luan die is nog even zijn haar aan het fixen. En vandaag gaan we lekker naar school, Sil. Ja! Oh jee, ik kan nou zo die tandjes goed zien, hè? Kijk, de onder twee tandjes die eruit waren, daar groeien alweer nieuwe tanden in. Ja. Zie je dat? Maar kijk, bij deze tand de eerste helft er goed zo. Ja? Die andere goed zo. Ja, grappig, hè? Je bent wel echt van een grote meid, hoor. Deze en deze. Ja. Nee, deze en deze is ook los en... Deze is los. Ja. Ik ga het heel snel doen. Fietsenrek. Ja, fietsenrek. Nou, heel veel plezier op school, hoor. De vorm van de fiets. Oh. Ja. Oh. Luxie is weer met de toetoet aan het spelen. Met de trein, zegt ze toetoet. Is hij ontspoord? Oh nee, wacht even. De bank staat ervoor. Ja, doe maar weer. Ja, daar gaat hij weer. Goed zo. Heel snel. Kus. Ik ga straks. Ja, ze hebben altijd lekker gym vandaag. Ik heb ook gym. Je hebt ook gym. En tot straks, hè? Ja, tot straks. De kids die zijn op school. En jullie hebben het wellicht al een beetje al aan de titel van deze vlog gezien. Wij zitten een beetje in het proces. In het proces gaan we verhuizen, gaan we verbouwen. En nu moet ik zeggen dat Daniel en ik hier eigenlijk al... Nou, ja, toetoet. Nou, ze toetoet. Dat Daan en ik hier al, nou weer zeker een jaar of zo mee bezig zijn van... Goh, hè, als we dan willen verhuizen, wat zijn dan onze volgende woonwensen? Waar zouden we graag willen wonen? We hebben al heel veel gekeken op Funda, maar ook heel veel huizen al echt bezocht. Met makelaars bezocht, buiten de vlog om trouwens hebben we dat gedaan. Als wij willen verhuizen, dan willen we naar een huis waar eigenlijk we niet meer weg hoeven. Dat is een beetje het gevoel als we weer willen gaan verhuizen. Nu moet ik zeggen dat we echt heerlijk wonen. Wat dat betreft ja, is het allemaal prima. We wonen in dit huis nu. Lucilla die is 1 jaar geworden in dit huis. Dus het was nog net geen jaar. Dus dat is iets meer dan 4 jaar. Wonen we in dit huis. Dit huis hebben we helemaal op zien bouwen. Er stonden hier nog helemaal geen huizen. We waren een van de eerste huizen in deze nieuwbouwwijk waar wij nu wonen. Dus we hebben echt vanaf de grond gezien. Ik weet nog dat we ieder weekend gingen kijken hoe ver de bouw van ons huis was. Dus we zijn ook echt de eerste bewoners van dit huis. Dit huis heeft heel veel voordelen, want het is een energie-neutraal zuinig huis, zeg maar. We hebben vloerverwarming door het hele huis liggen. We hebben 30 zonnepanelen op ons dak liggen aan de zuidkant. Waardoor we eigenlijk onze stookkosten gelijk houden of zelfs nog terugkrijgen. Het huis is niet op gas, dus we hebben... Alles is van zonne-energie opgewekt, zeg maar. We hebben geen gasaansluiting en al dat soort dingen. Dus het huis is echt wat dat betreft echt goed geïsoleerd. We zijn heel erg tevreden over de bouwtype, zeg maar, van dit huis. Hiervoor hebben Daniel en ik gewoond in een soort flat, was dat. Dat was een huis uit 1970 of zo. De bouw was van 1970. Dat was allemaal wat ouder, wat tochtiger. Hadden we wat meer vocht binnen en dat soort dingetjes allemaal. En het was ook een stuk kleiner huis. Dat was ook op een vierde etage zonder lift hadden we toen. We hadden toen ook alleen maar Luan en Lucilla kwam er dus als baby bij. We hadden er 2 slaapkamers, waardoor Luan en Lucilla het eerste jaar samen een kamertje hebben gedeeld. En we waren echt super... Ja, Jook. En we waren heel erg blij dat dit huis op ons pad is gekomen. Dat we hier uiteindelijk konden gaan wonen. Degene die ons al langer kennen, die weet een beetje hoe ons huis eruit ziet. Maar ik denk omdat we in deze vlog echt wat meer willen gaan vertellen over ons huisgebeuren, zeg maar. Onze verhuis- of verbouwen idee. Wil ik jullie een kleine, snelle rondleiding geven. Oh, doe maar niet. Wil ik even een kleine, snelle rondleiding geven door ons huis. En jullie even laten zien wat onze voordelen zijn van ons huis. Maar ook wat nadelen van ons huis.
En wat de keuze is, wat nu onze keuze is geworden, zeg maar. Bij deze korte rondleiding door ons hele huis wil ik wel even erbij zeggen dat het echt niet is opgeruimd. Ik heb eigenlijk niks opgeruimd. Vanochtend hadden we wat haast. Dus er ligt overal rotzootjes en dingetjes. En wellicht iedereen die dat wel een beetje herkent. Als je gewoon je doorsnee leven leeft in je huis, dan heb je dat niet helemaal opgeruimd. Dus ik heb expres niet alles opgeruimd. Heb ik nu ook de tijd niet voor. Maar ik wil het jullie wel gewoon even laten zien. Dus jongens, wat we eigenlijk altijd wel zeggen als er mensen in ons huis komen kijken. Of wat je zelf denk ook doet. Let niet op de rommel. Het gaat puur even om jullie te laten zien hoe ons huis eruit ziet nu. Hier kom je dus binnen. En dan heb je hier dus de woonkamer die jullie wellicht kennen. We hebben een achtertuin. Dat is dit. Dat is de achtertuin. Met daar een schuur. Deze tuin is trouwens op het noorden, dus we hebben hier zon alleen aan de achterkant in de zomer. En als we dan omdraaien, hebben we daar zeg maar de keuken en de eettafel staan. En dit is op zich best nog wel een smal dingetje, maar goed, dus daarom kan de tafel ook niet zo staan. En dan hebben we hier onze voortuin, waarin de deur ook open kan bij de keuken. En we hier in de zomer heel erg veel buiten zitten, omdat we hier heel erg veel zon hebben. En een vrije uitkijk hebben, zeg maar, in het park. Dat geldt ook trouwens voor de achterkant van de tuin. We hebben hierachter geen inkijk van andere huizen die in onze tuin kijken. Dus in dat opzicht zitten we hier heel erg vrij. Nou, dan gaan we naar de gang. Is het nog een beetje donker, denk ik? Ja, is het nog een beetje donker. Dit is onze gang. Op zich niet heel erg ruim. Maar goed, we hebben er ook al best wel wat staan. Wat we eigenlijk eventjes moeten opruimen. Dozen, opslagdingen. Dat is voor Luan's videoclip wat eraan gaat komen. Dit is nog van zijn vorige videoclip. Maar goed, daar hebben we op dit moment nu niet heel veel ruimte voor om dat allemaal te stallen. Wel hebben we hieronder nog een opslagding zitten. Hieronder, waar ook nog allerlei dingen zijn. Dus op zich wel fijn. Dan gaan we hier de trap naar boven. Let niet op die rommeltjes. En als we naar boven gaan, hebben we op de eerste etage 3 slaapkamers. Dit is de slaapkamer van Luxie. Dit is ook meteen de kleinste kamer in het huis. Dit is de kamer die daarna het grootste is. Deze is van Lucilla. En Luan heeft eigenlijk de grootste slaapkamer op deze etage. En dat is deze. En deze slaapkamer heeft ook het mooiste en vrijste uitzicht op het parkje wat wij voor ons huis hebben. Dan gaan we via zijn slaapkamer hier weer naar de gang. En dan heb je hier de badkamer. Die ga ik ook even de lamp aan doen. Let niet op de rommel, jongens. Het is echt een zooitje. Maar goed, dit is onze badkamer. Niet groot. We hebben hier toen we hier inkwamen ook dit badje erin laten zetten. Nou, tenminste, dat heeft opa voor ons er toen ingezet. Kinderen kunnen hier precies met z'n drieën in. Maar het is wel een klein badje. Omdat we natuurlijk ook de wc hiernaast hebben staan. En dan hebben we hier zeg maar de wastafel met kastjes en alle rommeltjes en tierenlantijntjes. En dan hier dit raam. En als je uit dit raam kijkt, heb je ook weer dit mooie uitzicht naar buiten. En het is, zoals jullie zien, ook een heel groot raam. Dus we hebben veel daglicht in onze badkamer als ik dus het gordijntje open doe. Dan gaan we vanaf de overloop naar boven. Let ook niet op de was die hier overal hangt. Ja, schatje? Kijk, hier hangen wij dus altijd de was neer. Omdat wij de was uithangen fijner vinden als een droger. En als je dan boven komt, kom je op de zolder. Hier hebben wij onze slaapkamer, maar ook onze werkplek. Ja, liefie, kom maar. Hier zit Daniel vaak te werken. Zijn boekhoudingen en e-mails en dat soort dingen. Echt computerwerk, zeg maar. Hier hadden we een beetje ons chillhoekje. Ons bibliotheekhoekje. Maar ondertussen is het ook een beetje een speelgebeuren van de kinderen. Met name luxe geworden. En dan hebben we hier het bed. Ons mega groot familiebed. Dit is echt het grootste bed wat er bestaat, zeg maar. Echt een heel groot familiebed. Die past hier prima in deze grote ruimte hierboven. En dan hebben we hierboven de klerenkast. Daarachter is allemaal bergruimte. Daar in die kast, zeg maar, zit ook mijn klerenkast. En nou, ik ga het niet open doen, want dan schrik je helemaal een hoedje. Dat is echt een rotzooitje. En we hebben hier ook onze wasmachine staan. Dus in dat opzicht hebben we 4 slaapkamers boven. En 1 badkamer. En dat is in principe wat de kamers betreft, is dat wel oké. Nu moet ik zeggen dat we, als we hier zouden blijven wonen, ik echt de wens heb om onze badkamer een beetje op te pimpen. Misschien een iets wat groter bad of zo. Dat zou wel heel fijn zijn. En wij zitten te denken om iets te doen met de kleinste slaapkamer van Luxie. Nu speelt ze nog niet zo heel erg veel in haar slaapkamer. Maar we merken wel dat ze al heel veel speelt op Lucilla's slaapkamer. En dat ze het heel fijn vindt om gewoon lekker te spelen op de slaapkamer. En op haar slaapkamer kan dat gewoon niet. Dus gewoon een te kleine slaapkamer. Ach, schatje. Is die er? Ruim die maar weer op. We hebben een idee. Ik ga niet te veel verklappen nog. Want dat gaat jullie allemaal nog zien in de vlogs. We hebben een idee om iets te gaan doen met deze slaapkamer. Wat precies?
Ga ik jullie de rest nog niet verklappen, omdat we dat nog niet zeker weten. Maar in ieder geval, dat is Luxe's kamer, Silla's kamer en Luan's kamer. En wat ook super fijn is aan ons huis, is dat het overal heerlijke temperatuur is en warm is. En omdat we dus overal vloerverwarming in ons huis hebben liggen. Dan is er nog een heel fijn iets, ja. Ons huis is dan misschien wel niet zo heel erg groot, maar ons huis ligt op een perfecte plek. Ons huis ligt dicht bij de school in de woonwijk waar kinderen zijn. Er zijn hier 3 speeltuintjes op loopafstand, zeg maar. En we hebben heel vrij uitzicht, ondanks dat we in een nieuwbouwwijk wonen. Daar hebben we een beetje het geluk mee dat wij als eerste zijn gebouwd. En daarna is achter ons huis is de wijk doorgebouwd. Maar voor ons huis is beschermd natuurgebied. En dat is dus hiervoor ons huis, wat jullie zien. Kijk, en dit is allemaal park waar geen huizen worden gebouwd. Dus dit vrije uitzicht, dit houden we eigenlijk altijd. Nou worden de kinderen wat groter. En dan vinden Luan en Lucilla het ook heel erg leuk om in dat parkje daar te spelen. Daar mogen ze alleen spelen in dat stukje. En daarachter zien jullie dat strandje waar je in de zomer ook in kan zwemmen. Ook super leuk om daar natuurlijk te spelen. En dat allemaal op hele korte afstand van ons huis. Dan hebben we hier ook nog een hele leuke veranda. En deze veranda is nu echt één grote rotzooi. Dit willen we in de zomer ook heel graag gaan aanpakken. Er staan natuurlijk hier al onze fietsen. Dat moet echt even gefixt worden. Het gras is natuurlijk niet meer mooi. Het moestuintje is één grote bende geworden. Dus dat moet allemaal opgeruimd worden. En het is toch gewoon heel erg rommelig. Dus dit willen we ook nog helemaal mooi weer gaan maken in de zomer. Als we daar wat meer tijd voor hebben. En kijk, hier. Dit is dus het fijne van ons huis. Er liggen overal zonnepanelen op ons dak. Waardoor we dus een energiezuinig huis hebben. En het ook gewoon heel lekker warm in ons huis is. En gewoon goed geïsoleerd is in ons huis. Zullen we de deur weer dus dicht doen? Wat dat betreft zijn we eigenlijk super tevreden over het huis waar we nu wonen. En voelen we hier ons echt heel erg thuis. Ook de kinderen voelen zich hier heel erg thuis. Het is echt ons knussenhuisje op de prairie, zeggen we altijd maar. De ligging van het huis is perfect in een woonwijk waar kinderen wonen. Dicht bij school, dicht bij het centrum van Zwolle. Dus je gaat ook op de fiets zo even naar het centrum van Zwolle. Als je met de auto weg wil, zit je ook zo op de snelweg. Er is hier een supermarkt, een winkelcentrum in de buurt. Alles op lopen, fietsafstand, bibliotheek, alles. Je zit in een bewoonde wijk. We wonen relatief dicht bij opa en oma. Dus in dat opzicht is deze plek in Zwolle, in een woonbouwwijk, of in een kindvriendelijke wijk, heel erg ideaal. Alleen ons huis is gewoon een beetje aan de kleine kant geworden. Helemaal nu we 3 kinderen hebben. En natuurlijk ook nog Hoesel en Pip om ons heen hebben. Nu moet ik zeggen dat het voortuinpark ideaal is voor onze honden. Want we hoeven hier de deur maar open te doen. En we wonen aan een doorlopende straat, zeg maar. Deze straat hoef je eigenlijk alleen maar te komen als je hier woont. Dus het is niet dat hier iedere keer auto's voor de deur over de straat rijden. Alleen eigenlijk als je er moet zijn. Dus daarom is deze straat heel rustig. Hoesel en Pip die kunnen hier zo naar buiten in het voortuinparkje. Zo noemen we dat, het parkje. Laten we de honden heel graag uitpakken. Kunnen ze ook lekker even loslopen, lekker rennen. Ze hebben hier buurhondvriendjes. Hierachter hebben ze ook regelmatig de honden loslopen. Die komen soms ook even buurten. Dus ook de honden hebben hier maatjes, om maar even zo te zeggen. Dat is gewoon heel leuk ook voor de honden. Die hebben een stukje vrijheid, ook al wonen ze in een klein huis, zeg maar. Hebben ze hier toch wel best wel een groot stuk vrijheid voor. Waardoor ze ook gewoon lekker hun ding kunnen doen. Dus voor de honden is het ook een ideale plek. Die kunnen ze zo makkelijk uitlaten. Zelfs de kinderen kunnen ze alleen uitlaten. Als je in een woonwijk woont waar het allemaal wat meer op elkaar is, zeg maar, en niet zo vrijheid hebt, is het voor de kinderen lastiger om alleen over straat te gaan. Nu is dat prima met het parkje in ons voortuinpark, omdat we de kinderen vanuit ons eigen huis kunnen zien als ze de honden uitlaten. Dus deze plek, jongens, deze plek is zo fijn om te wonen en vinden we zo prettig. Alleen ja, het huis wordt een beetje te klein, omdat de woonkamer is best wel klein en de keuken is best wel krap. Daarbij komt kijken dat onze achtertuin, we hebben in principe een prima achtertuin, want Daniel en ik hebben eigenlijk altijd een balkon gehad. Dus we zijn echt heel blij met dat we best wel relatief prima achtertuin hebben. In de zomer gebruiken we hem alleen niet heel erg veel, in de winter sowieso niet, maar in de zomer gebruiken we hem ook niet heel erg veel, omdat er op zich best wel veel schaduw is. En de kinderen het heel erg fijn vinden om in het park te spelen. En heel makkelijk van ons voortuin makkelijker het park ingaan dan vanuit de achtertuin. Nu moet ik zeggen dat ze bijvoorbeeld de trampoline wel lekker in de tuin is. En dat Luxie ook daar veilig kan spelen in de achtertuin. Maar dat we in de achtertuin spelen is eigenlijk een stuk minder dan in de voortuin. Ook omdat we in de voortuin zon hebben en ze ook heel makkelijker even op het stoep kunnen spelen. En ja, het zit bij de keuken. Die kant gebruiken we gewoon meer. Dus eigenlijk hebben we 2 tuinen. Aan de voorkant en aan de achterkant gebruiken we de tuin aan de achterkant niet zo heel erg veel. Dus zodoende zijn Daniel en ik eigenlijk al een tijdje op zoek naar van, goh, als we gaan verhuizen, waar willen we dan wonen? Wat voor huizen vinden we mooi? En eigenlijk hebben we bepaalde
wensenlijstje, zeg maar, een huis. Het liefst een nieuw bouwhuis, een huis wat nieuw is. Want toch de oudere huizen, na zo'n huis zijn we eigenlijk een beetje verwend met zo'n huis. We willen best wel wat vrijheid hebben, omdat we dat hier ook hebben. En gewoon wat meer ruimte. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, we hebben echt al best wel veel huizen bekeken. Maar bij geen één huis. Er waren altijd meer minpunten dan dat er pluspunten waren aan ons wensenlijstje. Waardoor we die stappen heel lastig vonden om te maken. Om echt te zeggen, we gaan nu verhuizen. Want het voelt gewoon nog niet alsof we ons volgende droomhuis hebben gevonden. Zo voelt het gewoon. Dus we hebben het nu even op hold gezet. Van oké, misschien is het nu gewoon nog niet de tijd. Misschien moet het huis wat voor ons moet het nog wel gebouwd worden of zo. Of misschien is dat iets voor ons. Maar op dit moment voor ons in onze levensfase voelt het nog niet alsof we nu al een minuut een nieuw huis moeten gaan hebben. Omdat we groot willen wonen. Het huis is er gewoon nog even niet. Zo moet ik het even een beetje zeggen. Dat brengt me meteen bij het volgende punt. Over verbouwen. En dan doe ik even verbouwen dus aanhalingstekens. Want we gaan niet ons huis verbouwen. Maar misschien iets aanbouwen. We merken namelijk dat de woonkamer best wel krap wordt nu de kinderen wat groter worden. Omdat ze best wel veel spelen in huis. Zoals bijvoorbeeld die naar de knikkerbaan van laatst. Maar ook dit, het fietsje, de stoeltjes, alle tierenlantijntjes. En dan wordt het soms best wel eens krap in huis in de woonkamer. Als we allemaal in de woonkamer ons ding willen doen, zeg maar. Dus, wat dachten Daniel en ik nu? Wat nou als wij een serre aan ons huis laten bouwen? Nu mogen we niet aan ons huis de muren uithalen, wat dan ook. Omdat dan het systeem van ons huis verloren gaat. Maar we mogen wel wat aan ons huis bouwen. Daarvoor hebben we ook de nodige vergunningen aangevraagd. En dan ga ik even laten zien wat het een beetje inhoudt. Kijk, hier kom ik dus buiten in de tuin. En we willen dus eigenlijk hier aan deze voorkant, net zoals bij opa en oma, voor degene die opa en oma's serre kennen, hier zo aan een serre maken, zodat je deze ruimte hier, eigenlijk nog benut als een soort extra speelkamer, een extra kamer, een extra chillplek, waar in ieder geval de kinderen lekker kunnen spelen met hun speelgoedjes en al hun dingetjes. En we iets meer leefruimte gaan creëren. Dat is een beetje het idee wat we op dit moment hebben. En voor hoeveel jaar dat is, weten we niet. Alleen het verhuizen op dit moment is het gewoon nog niet. Omdat gewoon het juiste droomhuis nog niet op ons pad is gekomen. En we nu dus eigenlijk het besluit hebben genomen van oké, die huizenjacht laten we even met rust. We gaan ons gewoon lekker focussen op dit leuke plekje. Kunnen de kinderen lekker opgroeien. Ze zitten hier op een hartstikke leuke school. Vriendjes, vriendinnetjes in de buurt. Maar laten we gewoon wat meer ruimte creëren door de achtertuin wat uit te breiden. Dat is wat mij dus weer brengt bij weer het volgende. Wat gaan Daniel en ik nu doen? Wij gaan ons oriënteren voor een serre. Voor een aanbouw aan ons huis. Heeft Daniel een hele mooie grote woon... hoe noem je dat? Sfeer... showpark, showroom voor gevonden. Daar gaan we naartoe om ons een beetje te verdiepen in het bouwen van een serre aan je huis. Wat allemaal kan, wat voor prijsklassen het allemaal zijn. En ja, hoe je het warm houdt en al dat soort dingen. En daarin nemen we jullie mee. Nou, sorry voor deze hele info voorafgaande. Maar ik denk dat het is wel even belangrijk dat jullie een beetje op de hoogte zijn van hoe of wat en waarom we deze keuze hebben genomen. En dat jullie ook een beetje met ons mee kunnen leven natuurlijk in dit volgende avontuurtje weer. Want ja, het is wel weer een heel nieuw ding wat we gaan doen. Wij gaan de jassen aan doen. Daniel heeft de jassen laat net de kids gebracht. Luxe de jas aan doen. Wij gaan de auto in en wij gaan op naar, waar ligt het? Geen idee. De navigatie heeft het hier gesteld. En we gaan, en we nemen jullie weer mee. Na een half uurtje rijden zijn we aangekomen in Uddel. Nog nooit van gehoord. Maar welkom in Uddel. Uddel? Uddel. Uddel. Nou, Luxie. Ga je eens kijken. Je bent in Uddel. Ging goed? Kusje op. Over. Oh, kijk eens. Bellen. En je lipstick. Nou, gaan we eens even in Uddel een beetje dromen. En Luxie? Ja. Tuinhuisjes kijken. Nou, Luxie, we lopen hier naar binnen en we weten even niet wat we zien. Kijk, we hebben hier ook een jacuzzi en een zwembad. Past dat nog wel in onze voertuin, zwembad? Nee, we gaan dit even. Het ziet er wel heel aantrekkelijk uit. We beginnen eerst even verlenging van het huisje, maar hier kun je nog wel even wat groter dromen. We blijven dromen, laat het zo dromen. Zeggen. Blijven dromen. Ze hebben hier zelfs een warm jacuzzi staan. Kijk. Wow, dat is lekker. Heb je zwempak meegenomen? Ja. Ja? Luxie heeft een zwempak meegenomen. Echt lekker, joh. Zoiets lijkt ons wel leuk. En dan glas aan de zijkant, maar ook vooral glas aan de bovenkant. Zo. En dan dat je dus met de deuren helemaal kan openschuiven. Dat lijkt ons wel leuk. Wat zie jij dan, Luxie? Oh, Luxie heeft ook wat gezien. Waar huppel je naartoe? Oeh, vind jij deze ook wel mooi? Ja, dit ziet er ook wel heel mooi uit, liefie. Kijk, en als je dan zo'n serre hebt, zo weet je,
aan ons huis en de achtertuin. Dan hebben de kinderen gewoon echt even een lekkere plek waar ze kunnen spelen. En dan zetten we hier zo'n lekkere chillbank in. We willen het ook wel een beetje geïsoleerd hebben, dat het wel lekker warm blijft. Dat het ook in de winter lekker is om in te spelen. Mijn papa heeft inderdaad de jacuzzi gevonden. Volgens mij, ja, we blijven een beetje te groot dromen natuurlijk. Maar voor nu houden we het bij een serre. Maar kijk, jacuzzi spreekt papa ook wel erg aan. Ja, hij is toch wel omhoog. Ja, je kunt er zo in. Ik stel tegen Luxie, je zwempak mee. Hij is lauw, we kunnen er zo in. Nee, dat is grappig, hè? Deze is mooi, hè? Deze is een hele mooie, ja. Hier kun je met de hele familie in zitten. Kijk, hier heeft Daniel nog een witte gevonden. Op zich trouwens wel grappig met die muur op de achtergrond, maar dat hebben we natuurlijk dan niet. Maar dit is een heel dun glazen wandje. Dan heb je wel dat het koud is erin. Ja, vader wil het liefst dat zo geïsoleerd als ons huisje. Ja. Maar dan moeten we wel in dubbel glas gaan denken. We moeten wel in dubbel glas. Dubbel glas, dubbel prijs. Denk ik. Is het enige gevonden? Kijk, kan je helemaal door het bos lopen. Oh nee, het is een poster. Grappig, hè? Je hebt hier ook nog een veranda trouwens, maar we willen hem echt dicht hebben. Dus dit is ook wel leuk, maar... Niet voor ons. Kijk, Luxe, de leuke barbecues. Kijk, het zijn auto's. Die hebben ze omgetoverd tot een barbecue. Het is wel heel erg grappig gedaan. Nog nooit zo'n bijzondere barbecue gezien. Zie je dat? Dat is een barbecue. Zie je dat? Nee, maar waar is papa gebleven? Waar is papa nou gebleven? Waar is papa? Ja, daar. Kom, gaan we daar kijken. Waar is papa? Een huppeltje. Het is zo groot dat we papa kwijt zijn. Ik let even niet op en ik ben papa kwijt. Oh schatje, kijk eens, dit is een hele leuke saunahuisje. Kijk eens, Luxie. Dit is ook leuk, zeg. Voor in het volgende huis. En een tuinhuisje, maar dan als saunahuisje. Nou, dit is een saunahuisje op maat van Luxie. Kijk eens hoe leuk dat eruit ziet. Oh, wat leuk. Je zou toch zo'n huisje hebben in je achtertuin? Ja, oh, dan kan je hier even lekker zitten. En dan heb je hier de sauna. Dit is de sauna, Luxie. Ja. Ja, kom maar. Ik zie veel niet meer uit het huisje. Kom maar. Gaan we kijken wat er nog meer is. Ik zie nog meer huisjes. Maar dag, leuk saunahuisje. Kom maar. Goed zo. Ja, deurtje dicht. Goed zo. Goed zo. Nou, dan gaan we even verder kijken. We hebben een lekker bakje koffie gekregen. We gaan nu eens even aan een tekentafel zitten. Om te kijken of we onze ideeën realiseerbaar krijgen. Nou, we gaan even tekenen. Zodat papa nog even hier met de serre aanbouw gebeuren, de technische dingetjes bezig is, wil Luxie even spelen. Maar wat zien wij hier, Luxie? Dat is leuk. Kom je gezellig spelen, staat er. En ze gaat de trap al helemaal zelf naar boven. Wauw, is dit een speelblokhutje? Oh, wat leuk. Ja, een neetje. Oh, wat schattig. Kijk naar een bankje. En kijk, oh, wat schattig. En een leuk tafeltje met krukjes erbij. Luxie, mama is verstopt. Mama is verstopt. Kom je bij mama in een tentje zitten? Een stoel. Dat is ook een leuk huisje. Hé. Hey. Ja, wat heb je daar gevonden? Daar knuffeltjes, dat is een pinguïn. Beetje een dompertje. Blijkt dat ze hier niet echt serres hebben. Alleen maar aanbouwen die niet geïsoleerd kunnen worden. Of blokhutten van hout gemaakt aan je huis, zeg maar. Dus niet echt een serre. Dat is een beetje jammer, want we willen wel graag een serre hebben. Dus Daniel is nu nog even aan het kijken wat nog meer opties zijn. Anders dan hebben we er niet zoveel aan. Nou, we zijn bijna boven. Vanaf hier kan je wel even mooi zien hoe groot het hier is. Ja, we zijn bijna boven. Luxie. Ja. Luxie maakt zo hard geluid in die winkel, echt. Maakt er helemaal niks uit. Kom maar, schatje. Waar ben je nou? Oh, ja, laat het prijskaartje maar liggen. Ga je mee? Ze moet even alle stoelen uittesten. Zit die lekker? Au. Ja? Au. Au, oh, die zit au. Nee, die zit niet lekker. Kijk, hier komen we bij een... dit is dus een soort blokhut. Dit hebben ze dus wel. Alleen dan heb je dus met een dicht dak... En wij willen geen dicht dak, we willen echt een open dak hebben. Voor de rest hebben we ze wel die serres die je toen straks zag. Maar dat zijn niet echte serres, zeiden ze. Dat zijn overkappingen, waardoor het niet geïsoleerd kan worden. Dus hebben ze daar geen dubbel glas in. Dit is dan een aanbouw aan je huis. Alleen een soort blokhut aan je huis. Alleen dan heb je dus gewoon een dicht plafond. Als wij natuurlijk een dicht plafond nemen, dan wordt ons huis ook weer een stuk donkerder. En we willen graag wat meer licht ook in huis behouden. Maar we worden wel een heel stuk wijzer hiervan. Sorry, ik heb even een snoepje in mijn mond. Maar Luxie wil er niet komen. Dus nu ben ik aan het verstoppen. Dat ze mij niet meer ziet. Dat ze dus gaat komen, want ze wil niet komen. En volgens mij komt ze nog steeds niet. Daar staat ze, daar.
Luxie, Luxie, ga je mee? Ja. Ga je mee, schatje? Kom, mama, ga mee. Ja. Oké, dag Luxie. Dag. Dag. Ga maar toch wel mee, hè? Gelukkig, ze komt weer mee. Kijk, hier kan je het goed zien. Zoiets zoeken we dus eigenlijk. Even Luxie neerzetten. Zoiets zoeken we dus eigenlijk met glas overal. En boven ook glas. Leuk, die spotjes er ook in. En dan aan je huis. Alleen dan wel met geïsoleerde glasplaten. Ja, Luxie. Alleen dit is allemaal niet geïsoleerd, waardoor het dus in de winter hier best wel koud kan zijn. Dat willen we eigenlijk liefst wel geïsoleerd hebben. Kijk, hier ook allemaal. Alleen ja, dit hebben ze dus niet met dubbel glas. Nou, Luxie is weer naar het zwembad of het jacuzzi toegekropen. Want die vind je toch wel erg mooi, hè, Luxie? Jammer dat je je zwembakje niet mee hebt genomen. Waar is papa dan? Waar is papa dan? Nou, papa die zit nog steeds met Luxie. Die roept iedere keer papa. Maar Luxie moet even een schone broek aan, hè? Dus we gaan even een wc zoeken om even de schone broek aan te doen, hè, Lux? Zo, Luxie, over jacuzzi's gesproken. Moet je kijken, wat een grote jacuzzi's hier staan. Jeetje. Dat zijn grote zwembaden, of jacuzzi's. Ik weet niet precies wat het is. Hé, hey. Ah, hier ben je. We waren eigenlijk op zoek naar de wc en toen kwamen we spontaan hier terecht. Kijk dan. Dat ziet er echt super relaxed uit. Zo, gelukkig Luxie, uiteindelijk hebben we het gevonden. Hier kunnen we even een schone broek aan doen. Ja? Ja, kijk, daar kunnen we je even verschonen. Oh, zo, we zien mooie liedjes gaan staan in de wc. Ja. Hoor je dat? Kun je dansen? Kun je dansen? Luisje verschoond. En nu zijn we weer op zoek naar papa. En ondertussen komen we weer overal, wauw, zwembaden tegen. Moet je kijken. Daniel die heeft het even geïnformeerd. En nu zitten we weer even met het volgende euvel. Wat Daan net zei, was wel een beetje zo. Dubbel glas, dubbele prijzen. Dat wordt heel erg duur. Dan wordt het wel heel erg duur. Dus we moeten echt even een soort van compromis maken. En even afwegen. Ik wou het onder de mum doen voor Vares 32e verjaardag en mijn 40e verjaardag. Maar dan wordt het een heel duur investeringscadeautje van. Ja, dan wordt het wel echt een beetje te gek. Maar wat misschien wel een goed idee is. Kijk, wij lopen langs deze warmte dingen hier. Over dus het dubbel glas gesproken. Want we willen de serre warm houden. Dan kunnen we wel zo'n serre, zo'n aanbouw doen met enkel glas. Maar dan hangen we gewoon van dit soort dingen in de serre. En dan kunnen we voor de komende paar jaar toch best wel nog wel mee vooruit. Denk ik dan. Wordt wel goed warm. Ja, dat zijn infrarood warmte dingen. En die kun je dan gewoon ophangen. Dat is ook wel veilig voor de kinderen. Kunnen ze er niet bij. We hebben zoveel extra energie. Dat kan dan. Ja, toch 30 zonnepanelen. Dat kan de energie wat trekken. Ja. Ik denk dat daar voel ik me wat fijner bij dan meteen zo heel diep. Kijk, wat uitgeven is natuurlijk niet erg, maar dit was wel erg veel. Nou, dat wil. Dus misschien is dat toch wel een leuk idee. Plus nog even, maar ik zag ook een heel mooi zwembad. Ja, we hebben ook nog een zwembad gezien. Voor ons volgende droomhuis. We blijven dromen. We blijven altijd dromen. Laten we eens even kijken naar het zwembad. Je zou er zo in kunnen duiken. Het is dat we bikini niet mee hebben. Hé, Lux, anders waren wij er even ingedoken. Ja, weet je wat het grappig is? Ja, zo lekker ziet het eruit. Alle dubbelbaden hebben gewoon warm water. Ja. En dan hoorde ik het van de verkoper, er zijn soms klanten die zeggen, ja, ik wil hem maar even uittesten. Oh, echt hoor? Gaat hij erin? Mag dat? Het water is gewoon warm. Mag je erin? Ja, als je hem echt wil kopen. Oh. Maar je hebt je bikini niet mee. Als jullie even de ogen dicht doen hier. Nee, dat was een grapje. Nee, maar kijk, dit is een super lekker zwembad hier. Het ziet er heel aantrekkelijk uit, dat wil ik wel zeggen. Maar daar heb je zo'n heel lekker zwembad en een overkapping erbij. Voor in de wat mindere dagen, zeg maar, hier. Dit is een Nederlandse weer. Oh, mag je erin? Daniel springt er gewoon even lekker in. Kijk, hier hebben we het zwembad. En dit is dus een overkapping voor over het zwembad. Dit is wel super relaxed. Kijk, en dan kan je zo erin duiken. En dan zwem je dus hierin. Cool, hè? Dat is wel grappig. Hallo. Ja. Voor in ons voortuin. Ja. Nou, het is wel heel leuk bedacht. Heel mooi. Ja. Maar goed, dat is voor ons volgende plan. Daniel heeft hier dus nog wat gevonden. Dit is dus wel geïsoleerd. Het is dan geen aanbouwserre iets. Het is een soort blok het idee dan. Wel met dat grote dichte dak, maar daar kun je dan ramen in laten zetten. Dus misschien dat dit dan wel weer kan. Maar dan moet ik nog even vragen of dat gaat. Ja? Dan zie je het glas. Ja, oh ja. Ja. En dat zou dan wel weer warmte binnenhouden. Nou, ja, ik zie het. Nou, we blijven zoeken. Wat we dus hebben gevonden, dit, hebben ze wel. Gaat uit het assortiment. Gaat uit het assortiment. Dit is de laatste showmodel die verkocht is. Dit is niet passend voor ons huis. En hun zeiden van, ja, de leverancier krijg ik nu wel de gegevens van. Ja. Maar hun doen hier geen zaken meer mee. Nee.
Dus wat we eigenlijk zoeken, staat hier wel. Ja. Dat kunnen we niet hier krijgen. Nou, we krijgen wat offertes toegestuurd, dus we wachten even af. Ja. Wij gaan terug naar Hollywood. De kinderen halen van school. En wie zijn er weer van school? Johan en Lucia! En ik heb vandaag een kinderfeestje, dus ja. Ga even naar de speelkamer. Ja. Dat ik even iets mag uitkiezen. Ja, dat klopt. Dus we gaan nu even snel naar de automaat. Luxie ook mee? Luxie ook mee even naar de speelkamer? Nou, gaat Luan nog even iets leuks uitzoeken voor klasgenoot? Ja. Oh, vet harde wind. Eetje, Mina. Het stormt nog heel erg, zoals jullie zien. Nou, kom er maar uit. Ja, tot zo. Op naar de speelgoedwinkel. Zo, Lu, wat zie je daar allemaal? Ik zie hier een mooie discolamp. Oh, hij ziet weer een discolamp. Hé, maar dat is even voor je klasgenootje, hè? Ja, ja, schatje? Deze denk ik ook maar hier gehad. Ja? Die heb je ook gekregen voor je verjaardag, hè? Ze houdt heel erg van Elsa en LOL. Houdt ze van LOL? Ja, en okay. Van Elsa. En van Anna en Elsa. Nou, zoek maar wat leuks uit dan. Houdt ze van knutselen? Nee. Meer van meisjes dingen. Meisjesdingen, oké. Okay. Nee, dat is Nijntje. Ja. Dat heb je goed gezien, Lux. Kom maar mee. Nou, hier is een beetje voor kleine kindjes. Ja. En Luan die loopt weer naar de boksafdeling toe volgens mij. Jij loopt naar de boksafdeling, hè? Maar Luxie! Kijk. Ja, Luxie, hier! Sil, kijk eens. Sil. Kijk eens. Wauw, een gitaar. Dat is iets voor jou, Sil. Die moet je onthouden. Die moet je onthouden voor als je ook een keer jarig bent. Kijk eens. Ga eens even pingelen. Ja, ga maar weer zitten. Nou, laat maar eens een mooi riedeltje horen. Nou, Sil, die gaan we onthouden voor als je weer een keer jarig bent. Goed? Nou, Lucilla, die houdt heel erg van gitaar. Ja, nou, Wendt, maar die kun je gewoon lekker onthouden. Dan kun je volgend jaar... Maar als je nou een ander keertje houden? Hm? Ja, of als je je diploma hebt gezwommen, dat kan natuurlijk ook. Nou, volgens mij heeft Luan wat gevonden, wat ze leuk gaat vinden. Ja, dit... Ja, denk je dat ze het leuk vindt? Houdt ze van tekenen? Heel erg. Ja, heel dat is ook altijd wel in. Oeh, bij de meisjes op school. Lucilla houdt er ook van. Ja, en Luxie houdt er ook van. Ja, ik dacht toch echt voor dit. Hij gaat toch voor het, dat is een dagboek volgens mij, hè? Ja, een dagboek. Een dagboek staat er ook op. Kijk, hun dagboek. Kan ze al de geheimen schrijven. Ja, hou even vast. Ja, ik hou vast. Dit zijn squeezy dingen. Ja, dan is het echt dat. Ja, bij eruit. Gaat dit het worden, jongen? En nog een lipgloss erbij. Nou, oké. Okay. Nou, op naar de kassa. Wat heb jij gevonden, Lux? Een bal. Oh, maar dit is geen bal, dit is een sleutelhanger. Nee, die is mooi. Hang die maar weer terug. Ja, hang die maar weer terug. Goed zo. Ga je mee naar de kassa? Ja, ga naar de kassa toe. Kom maar, leg maar terug. Goed zo. Kassa is die kant op. Ja. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft. Jouw cadeautje is binnen. Zo, jongen. Nou, heel veel plezier op je feestje. Dank je. Jouw cadeautje is binnen. En wat ga je doen met je feestje? Nou, dan ga ik naar Jumbo toe. We gaan naar Jumbo spelen. Ja. Hartstikke leuk, jongen. En we zijn weer thuis. Zo, we zijn weer lekker thuis. Ze zitten even lekker aan een broodje. Want Luan die heeft zo meteen dus een feestje. En Lucilla gaat Luan een beetje missen, hè, Sil? Ja. Lucilla die speelt het heel erg graag met Luan als ze uit school komen. En nu vond ze het een beetje jammer dat Luan weggaat. Want ja, dan kon ze niet meer met Luan spelen. Met Luxie spelen is op zich ook wel leuk. Alleen Luxie maakt altijd alles kapot van haar als ze iets aan haar. Ja, schatje. Mijn mama heeft het opgelost. Ach, kijk dan. Hier zit nog een Luan. Luan heeft een fotootje gegeven van hemzelf. En aan Luan en Lucilla zijn mouw gespeeld. Nee, maar dat is heel lief van jou. Als je met mama gaat spelen, dan lijkt het ook maar één is. Maar het is drie uur. Gaan we ook gewoon lekker spelen, Sil? Gaan we lekker kleien of zo? Of iets doen wat je leuk vindt? Of iets lief voor mij maken. Dat kan ook, mooie tekening. Luan, jij bent. Ze zijn samen, ik zie wat jij niet ziet en doen op dit hagelslagpak. Nee! Luxie die is ook in het spelen. Zie je daar ook iets? Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is twee knopen. Oh, ik zag het er. Met Lucy even tv aan het kijken. Maar ze is in slaap gevallen. Oh. Pip komt ook even knuffelen. Kun ik even knuffelen? Ja. En Lucilla die is met Daniel even erop uit. Die zei van nou, als ik Leon heb weggebracht, dan neem ik jou ook wel eventjes mee. Ik ben lekker met Lucy op de bank ben geploft. Maar ze is in slaap gevallen. En Luan die is op het kinderfeestje. En Lucilla die is even lekker met papa erop uit.
En ik zag dat het al een hele lange vlog is geworden. Dus jongens, ik laat hem lekker afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even iets meer info en achtergrond te horen en te weten te krijgen over onze woonsituatie en over hoe we op dit moment erin staan. En hopelijk vond je het een klein beetje inspirerend en leuk en willen jullie ook met ons meedenken om ons huisje weer iets meer aan te passen aan de woonwensen die op dit moment gewoon heel fijn zijn, dus iets meer ruimte creëren. En wie weet waar dit avontuur weer gaat belanden. Op dit moment hebben we dus nog geen serre gekocht of wat dan ook. Omdat we gewoon nog niet echt het goede hebben gevonden. Maar we zijn zeker wijzer geworden. En we gaan zeker door op een zoektocht naar een serre voor hier bij deze tuin. Om het aan te bouwen zodat we iets meer ruimte kunnen creëren in het huis waar we nu wonen. Ik ga deze vlog voor nu wel afsluiten. Luxie slaapt lekker. En Luan en Lucilla komen straks ook back af thuis van school. Van het kinderfeestje en van met Daniel weg zijn. Dan ga ik ze even lekker eten koken. En dan staat er voor jullie morgen weer een gloednieuwe vlog online. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog op deze vlog. Vergeet je niet te abonneren. Klik je onder op ons belletje. Zo blijf je op de hoogte van al onze nieuwe vlogs. En we zien je graag morgen weer in een gloednieuwe vlog. Tot morgen! Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf je.